Altijd even wachten totdat de opname start. Dit is het vervolg. Ik ben even onderbroken door mijn vriendin. En dat was Claudia Reltjits. Op zijn Nederlands, Claudia Relschopper. Het is een Serbische dame. Het is een aristocrat. En voor Demlu heb ik altijd tijd. Want ik ben de koning van deze wereld. De aristocrat. Maar om niet al te veel af te dwalen. Ik ga hem hier even opstarten, want dit hebben we net gehoord. Mijn computer is weer aan het uploaden, dus dat doet het allemaal. En volgens mij is het antwoord van deze meneer, Evert van Korlaar. Want het is bekend dat hij precies dezelfde bunny-aansteker had. En er zijn er niet zoveel van. Ga maar op internet zoeken naar bunny-aansteker. En dan zie je dat er heel veel varianten zijn, maar deze specifieke is wel heel bijzonder. Ja. Dit was de leugen. Dus dat betekent dat... Dit was de leugen die hij sprak. Deze specifieke is wel heel bijzonder. Dat heet liegen. Nee? Dus je kan gewoon zeggen... als je dus echt... de bewering is hier in de rugzak van Marianne van slachtoffer. Hè? In de rugzak van het slachtoffer... zat een heel specifieke aansteker. Ja? En die is op zich niet heel bijzonder. Want je hebt meer heel specifieke aanstekers. Een specifieke aansteker die heel bijzonder is, die bestaat niet. En je kan er een beetje lopen moeilijk doen over hoe groot die aansteker nou precies is. En onderwijl de... Zijn dat echt wel de bewijsstukken trouwens? Of is deze slip en die BH, zijn die achteraf aan flarden gesneden? Hè? Waar slaat het op? En het feit dat dus dat een dergelijke aansteker, daar heb ik ook over gesproken in mijn bespreking van het stuk van het Openbaar Ministerie over deze zaak, die dan heel ingewikkeld gaan lopen doen over het tijdstip waarop dit soort aanstekers verkocht werden in lokale benzinestations. Hebben ze allemaal onderzocht, man. Ze hebben de producent van deze aansteker opgespoord en gezegd, waar heb jij deze aanstekers geleverd? En ze hebben al die benzinestations gevraagd, hebben jullie dit soort aanstekers verkocht? En dat moest gewoon erkend worden. Dit soort aanstekers werden verkocht, mensen. Het is echt verschrikkelijk. Maar niet met die krasjes erin natuurlijk. En als het jullie ook opvalt, ga ik even inzoomeren op deze foto. Even kijken hoe ver me dat lukt. Maar die foto is uit perspectief. Kijk of ik kan in. Nee, ik kan niet verder. Nee, ik krijg hem niet groter. Dat is fok. Dan kan ik hem. Nee, ik ga hem eventjes wel doen. Want ik kan namelijk alles. Kijk, dan moet ik hier zeggen. Selectie. Ja. En dan doe ik eventjes. Kijk, dat is wel de eerste keer. Even kijken. Chunk. Ah, zo kan je het goed zien. Even kijken naar het resultaat. Ja. Dat is dit. En dan probeer ik even dit. Ah, shit. Dat is niet wat ik bedoel. Ai. Gewoon even wachten. Even wachten. Dit is de eerste keer dat ik dit doe, hè. Maar er gaat hier iets dus niet goed. Even. Oké, dan proberen we dit en doen we zo. Lukt niet. En als we zo doen, gaat hij dus ook niet.
Scheisse met de hand. Oké, dan doen we gewoon copy. Dan gaan we hier naartoe. Nee, hier wil ik het vinden. Voor. Ja. En dan doen we een nieuw document. En doen we. Ja. Kijk. Zie je wat? Dat ik alles kan. Zien jullie dit? Deze foto is uit perspectief. Je kan hier de bovenkant zien. Ik ga gewoon eventjes over. Oh ja, werkt fantastisch. Hier kan het zien, hè? Dit heet een helling. Ja? Een sloop op z'n Engels. En dit stukje, dat is orthogonaal. Ja? Die ligt recht. Zie je dat? Maar en hieronder, hier zit weer een helling in. En die linealen, ja, die liggen dus waanzinnig. Als je wil meten, dan moet dat ding hier in de hoek. Ja, hoef je niet zo ingewikkeld de rekensom te maken om te weten hoe groot die aansteker is. Dit zijn rare foto's. Hè? Wie heeft deze foto gemaakt? Übrigens, op Duits te zeggen, overigens. Wie heeft dit geproduceerd? Die aansteker ligt scheef, man. Het is gewoon. We hebben die aansteker erin gelegd op. Nou, dat kan je hier dan aflezen. Dit is dan. Hè, dan moet je echt heel goed. Dit is de 3,5 of zo. Hè? Maar waarom begin je bij 3,5? En hierboven, weet je. Waar is de meetaanduiding? De maatvoering. Oh, die zit hierboven. Oké, okay, nee, ik kan hem wel zien. Ja. En ook hier ligt hij dan weer zoveel van de nul af. Wat voor een aansteker is dit? En dat Johan Oldenkamp over deze aansteker begint, dat mag hij natuurlijk doen. Want er geldt hier in Nederland een bepaalde mening van vrijheidsuiting. En ik heb er wel een vraag bij. Net als Johan Oldenkamp mag beginnen over die aansteker, mag ik daar een vraag over hebben. En dan gaan we nu naar punt, dat is minuut 39, seconde 09. En daarin wordt er beweerd door Johan Oldenkamp dat Evert van Korlaar Maarten van Tra heeft vermoord. Dus John F. Kennedy, die leeft nog steeds. Of ja, die zal inmiddels overleden zijn. En die plek, daar weet de spreker, ja, doet hij zich geen uitspraak over. Maar Maarten van Tra, die is wel dat. En dat begint dus op 39.09. En dan start ik hem op, doe ik ongeveer hier, ja. Even fully screenie. Het gaat over deze familie. Evert van Korlaar, Kees van Korlaar, Adelbert van Korlaar en Peter van Korlaar. En die hebben ook allemaal bijnamen. Namelijk de Allesweter, dat is Evert. De Commissaris, dat is Kees. De Tweespaltmaker, dat is Adelbert. En de Vierde Nitwit. Een nitwit is een iemand die niks weet, de Vierde Dombo, die heet Peter. Dus we hebben het over, als we van achter naar voren lezen, Peter was dan de jongstgeborene. En voor hem was Adelbert. En Adelbert had dus voor hem Kees. En Kees had voor hem Evert. En dan gaat het over deze meneer, die in 1997, en die heet dan vermoord is. En die was geboren op 18 mei 1945 en die heet Maarten van Tra. Dat was een politicus met een betere hairdo dan ik. Vermoord. Hij zit erachter en omdat hij daar gedaan heeft, kreeg hij een soort maffia-eretitel en dat is de excellente. Dus sindsdien had hij een enorme naam gemaakt in de maffia-wereld. En nou Kees had een beruchte moord op zijn naam. Ja, natuurlijk nog veel meer, maar ik noem er even een paar. Ja, oké, okay, we gaan even terug naar toch iets eerder.
pak hem, want hij moet echt die naam noemen, dat snap je ook wel, hè? Dit is dat vervelende beeld. Dan gaan we hier dan beginnen op 1813, ja. Bear with me. Gewoon, ja, gevaarlijke familie. Dit zijn allemaal topcriminelen, topzware criminelen. Juist de verhalen van de Lucky Luke, nou, dit zijn de boefjes. Dat is flauw. Ja. Want bij Lucky Luke heb je inderdaad de Daltons en dat waren er ook vier. En dan kan je een conspiracy quiz van maken wie de namen van de Daltons nog weet. Hoe heette ook alweer die lange die altijd honger had? Ja, dat heeft geen enkele zin om op deze manier de familie van Corlaar aan te pakken. Om te zeggen, jullie hebben vier zonen, net als de Daltons. En er is een aansteker gevonden in de rugzak van Marian, van het slachtoffer. Er zat een aansteker in de rugzak van het slachtoffer. En dat leek echt sprekend op de aansteker van een van jullie vier. En jullie zijn met z'n vieren. En jullie zijn zonder meer een boevenfamilie. Dus jullie hebben het gedaan. Met een hoofdletter B. Ja, er is niet heel veel bekend van deze mannen. Ze hebben allemaal bijnamen. Dat schijnt gebruikelijk te zijn in maffiakringen. Evers werd de allesweter genoemd. Kees de commissaris. Adolf werd de tweespaltmaker. En Peter werd de nitwit genoemd. Of de vierde nitwit. Dat zijn de gebroeders van Corlaar. Ja, dat weet hij dus niet. Dit wordt niet onderbouwd. Dit is gewoon wat Johan Oldenkamp zegt. Evert van Corlaar, die alles weet, die heeft bijvoorbeeld Maarten van Traag vermoord. Hij zit erachter. En omdat hij daar gedaan heeft, kreeg hij een soort maffia-eretitel. En dat is de excellente. Oké, dus net hoorden jullie dat Johan Oldenkamp zegt dat Evert van Corlaar, de allesweter, die werd pas de excellente genoemd nadat hij op 21 oktober 1997 Maarten van Tra, geboren 18 mei 1945, heeft vermoord. Ja, dat zal best. En dat blijkt uit wat. Ja, ik kan ook van alles zeggen. He, ik kan bijvoorbeeld zeggen, de mensen die beweren dat de maan van kaas is gemaakt, hebben het nog niet zo bij het foute eind. Dat kan ik ook zeggen. Iedereen kan alles zeggen. Dus eerst heette Evert van Corlaar de allesweter. En daarna heette die de excellente. Oh ja joh. Hoezo weet Johan Oldenkamp, al die bijnamen? Wie heeft dat opgeschreven? Hoezo heet Adelbert van Corlaar ook wel de tweespaltmaker? Terwijl dat natuurlijk is wat iedere mens moet zijn. Dat zei Jezus ook. Ik ben hier niet gekomen om vrede te stichten. Jullie eikels. Maar waar blijkt het allemaal uit? En wat heeft het te maken met Marianne Vaatstra? Vanwege die aansteker? Flinterdun bewijs. Dat is het eerste wat mij in het hoofd schiet. En ik blijf erbij. Waarom heeft dat vriendje Spencer Sletering haar niet gewoon naar huis gebracht? Wat was daar aan de hand? Ga Spencer Sletering interviewen. En leg hem het vuur aan de schenen. Dat is een advies voor jou, Johan. En voor mezelf natuurlijk ook. Dan gaan we nu door naar de getuigenis van Annemarie van Blijenburg. Daar is een video van. Dus, en die komt op 39 VR, toch? Kijk, ik sta er gewoon eventjes op. Daar zit een drugshandel en daar zit die familie ook. Ja, het is één grote criminele bende. Het zal best, Johan.
En ja, dat is niet zo allemaal maar uit een dikke duim getrokken. Dat is verklaard door Annemarie van Blijenburg. Kijk, en daar wil ik het over hebben. Dat is een getuige. Annemarie van Blijenburg. En zij is 24 jaar lang getrouwd geweest met Kees. En zij kan nog veel meer details. Maar hij heeft ze ook gedaan. Die video's kun je op internet vinden. Dus er is heel veel bewijs voor. Maar in ieder geval belastende verklaring. Ik wil er eventjes bij stilstaan. Ik ben getrouwd geweest met een vrouw en die heet Wijnanda Willemsen. Zo is ze geboren. En toen ik met haar getrouwd was, heette ze Wijnanda Winkel Willemsen. Zij heeft in de buurt verteld dat ik haar niet alleen verkracht heb. Nee, ik heb ook seks gewild met kleine kinderen. En daarom deed ik zo aardig tegen kinderen, omdat ik mijn leutertje in de anusjes of kutjes van kleine kinderen wilde steken. En dat heeft ze gewoon verteld. En ze heeft iedereen in de buurt verteld, laat je kinderen niet spelen bij Perry Franciscus Martinus Winkel, geboren te Bovenkerk, want dat is een vieze vuile pederast. Dat heeft ze gewoon gedaan. Leer mij de wijven kennen. Dus er is een of andere Annemarie van Blijenburg en die zegt, nou, die wat was het ook alweer? Niet Kees, maar Evert, of zo, hè? Nee, sorry. Zij was getrouwd met Kees van Korlaar. Hè? En zij zegt te weten dat Evert van Korlaar, die heeft dus Maarten van Travemoord. En die had die aansteker en dat was een topcrimineel. Leer mij die wijven kennen. Internet vinden. Dus er is heel veel bewijs voor. Maar in ieder geval belastende verklaring. Deze mannen organiseerden meestal hier in Hattemerbroek, in het zogenaamde theater. Het was geen echt theater, maar een groot gebouw. Allerlei satanistische moorden. Geweldig. Kijk, ik wil best geloven dat er mensen zijn die hele gekke dingen doen en die maken kelders. En ik heb getuigenissen gehoord van mensen die ik echt geloof. Hè? Maar hier gaat het om de getuigenis van Johan Oldekamp. Die eventjes zegt dat bij de Elburgerweg, dan moet je naar achteren gaan en daar zit een gebouwtje. En daar doen ze dan hele gekke vieze dingen. Ja, het zal best. Het zou kunnen. Ik wil er wel geloven. Maar waaruit blijkt dat Annemarie van Blijenburg, die heeft dat gezegd of zo? Maar wanneer dan? En wat is er dan precies gebeurd dan? Ja, ik weet wel degelijk dat de pederasterie dat bestaat. Die moeder van mijn dochter die is ook misbruikt door de vader. Ik ken het van dichtbij. Dus dat maakt mij verder niet uit, maar niet een beetje in de ruimte lopen lullen. Johan, maak jezelf duidelijk. En een Google-opname met een pijl erbij die jij kan maken met je Windows-computer, want je zal wel een Windows-computer hebben, en dat jij zo'n pijltje kan zetten en zeggen van daar is het. Dat betekent niet dat het daar is, Johan. Jij denkt dat het daar had moeten plaatsvinden. En dan ga je nog veel gekker maken, want dan ga je zeggen dat die ruimte die jij met deze pijl aanwijst, die was die avond bezet. En waar blijkt dat uit, Johan? Waarom weet jij, hoe weet jij dat deze ruimte die avond bezet was? Heb jij toegang tot een spreadsheet? Waarin ze dan plannen, oh, op dinsdag gaan wij 3 kalveren slachten op z'n Joods. En dan op woensdag dan doen we lekkere maagden. En op donderdag pakken we een paar bejaarden die ook zo gek zijn als de hel. En die laten we schreeuwen tot aan het Armageddon. Waar ben je mee bezig, Johan? Heb jij dat programma gezien? En zo ja, geef mij een fucking kopie. En niet van die e-mailtjes die ik dus van de moeder van mijn dochter krijg, die waar altijd alleen maar leugens in staan. Dat ik bij de eerste zin al weet van, oké,
Het is weer zo laat. Mevrouw heeft geen zin om mijn dochter naar de opticien te brengen en gaat nu weer liegen. Want ik ken leugenaars, Johan. En ik zeg niet dat jij liegt, want zo dom ben ik niet. Maar ik zeg je wel, waaruit blijkt dat het theater op de Elburgerweg nummer 24, 8094 PG Hattemerbroek, waarom was dat op dat moment suprême bezet? Waaruit blijkt dat dan? Ik zeg niet dat jij liegt, maar ik wil weten waaruit het blijkt. Voor de rest heb ik geen aantekeningen meer, maar ik ga me eventjes laten spoelen. Ja? Waar video's van werden gemaakt, ja, die bekende snufffilms. Dus er werden meisjes naartoe gebracht, misschien ook wel jongetjes. En die zijn allemaal op de meest verschrikkelijke manier eerst seksueel mishandeld en verkracht. En daarna vermoord. Dat was hun vaste afwerkplek, als ik het zo even mag noemen. Maar die afwerkplek was niet beschikbaar op 30 april. 1999, dus moesten ze een andere locatie kiezen. Want op die bewuste dag ja, was hij verhuurd. En zaten er, als ik het goed heb, zo'n 60 Polen in. Ja, en waaruit blijkt dat dan? 60 Polen? 61 Polen? 59 Polen? Ongeveer bijna 75 Polen? Het waren 75 mensen en 80% die waren Polen. Ja, wat slaat dit op? Het gaat hier wel. Kijk, er is een vrouw geboren in Friesland. En nu spreek ik de effing waarheid. Er is een vrouw geboren in Friesland. Die is opgegroeid in Zwaag-Westeind. En dat heet haar Westeind. En dat wijfje, dat kon fietsen wie hem een Tour de France winnaar. Dat was een stevig been. En dat wijfje, die had een beetje dun hoor en een beetje een spleetje tussen de tands. Dat heb ik ook. Hè? Ik heb ook zo'n spleetje tussen mijn tandje. Zij ook. En die leeft niet meer. En daar gaat het om. En wat maakt mee het uit dat er 60 pol bij wees zijn? Want als er die 60 Polen niet waren gekomen, nou, dan was Marianne Vaastra gewoon in het theater achter de Elburgerweg 24, 8094, PG, had in mijn broek, was het daar wel gekeeld? Wat beweert hem lul nou? Wat is dat voor een bullcrap? Ik wil weten waarom Marianne Vaastra niet gewoon naar huis is gebracht door de vrienden. De heet Spencer Slittering. De volgende YouTube van Johan. Nu even niet tegen Johan, maar tegen jullie publiek. Die zou ik willen zien dat Johan Oldenkamp een interview doet. Gewoon op YouTube met Spencer Slittering. En hem vraagt, hoe heb je dat meisje in de steek kunnen laten? En dan huilen en janken allemaal. En toon berouw. Maar pas op, hè. Ik ben niet degene die wraak komt nemen. Denk erom. Het was wel boos genoeg, vond ik eigenlijk. Johan. Ik vind het fijn dat je je bezighoudt met deze zaak. Ik stel het op prijs. Ik pik het echt niet dat er zoiets gebeurt. Maar het is wel zo dat Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Je bent drie dingen tegelijkertijd. En jij moet andere mensen helpen om tot de waarheid te komen. Johan, je bent toch een leraar of niet? Help de mensen dan tot de waarheid.
En dat jij ruzie hebt met Wim Dankbaar, dat siert je niet. Ik heb ook mijn dingetjes gehad met Wim Dankbaar. Ik heb zijn nummer in mijn vaste telefoon zitten. Ik kan hem nu bellen. En ik voel zijn energie en ik weet waar hij mee bezig is. En nou, een beetje grumpy, zou ik maar zeggen. En daar moet je niet tegen ingaan. En als je er wel tegen in wil gaan, wat natuurlijk mag. Alistair Crowley, die heeft gezegd, doe wat je wil. En dat zeg ik ook tegen jou, je moet gewoon lekker doen wat je wil. Dan leren we jou tenminste kennen. En kom dan in deze vervelende zaak met bewijzen. En dat jij, als je kijkt op het internet en je kijkt naar de zon en de maan en whatever, en de getallen en de geometrie, ja, het was wel precies op 30 april 1999, enzovoort. Dat heb je helemaal gelijk in. Het is zonder meer, heeft dat er iets mee te maken. Dat neem ik je helemaal niet kwalijk, Johan. Maar het is geen bewijs van een dader. Snap je dat? En wij moeten die dader die die jonge Friese vrouw heeft omgelegd. En dat was er waarschijnlijk een team. Want in die zin staan jij en ik aan hetzelfde kamp. Er waren meerdere mensen aanwezig bij het om het leven brengen van slachtoffer. En dat was er niet één. Dat was niet een Lee Harvey Oswald uit de Oud-Woude. Die zijn koe nog even checkte voor het kalven. En toen dacht hij dan, kalveren. En toen dacht hij van, kom ik ga een eindje fietsen. En toen werd hij helemaal bevlogen door de stijfheid van zijn pik. Terwijl zijn ballen op zijn zadel zaten van zijn fiets. Dat verhaal geloof ik ook niet, Johan. We staan aan dezelfde kant. Dus ik hoop dat je mij deze video vergeeft en dat ik met jou een keer mag praten over wat ik denk over dit gebeuren en wat ik vind van jouw werk. En dat wij samen mogen stilstaan bij wat ik goed vind aan jouw werk. En laat dat vanuit mijn hart tot jou komen, Johan, en daarmee bedoel ik voor de luisteraars, Johan Olden. En jij wordt afgezekerd op het internet, heb ik allemaal gezien. Heb ik geen zin in, zal ik niet aan beginnen. Ja? Dus in liefde en tjus tegen jou en de luisteraars die toch willen weten wat er met Marianne Vaastra in Effings naam is gebeurd. Dat kan niet zomaar. Dat kan niet zomaar een Friese jonge vrouw van 16. Oh, die is weg. Life goes on. Ja, life is a struggle. Dat kan niet. En daar zijn jij en ik, Johan, en het publiek wat nog naar mij luistert, het over eens. Het kan niet zomaar. Want anders zijn wij de volgende lul. Nou, in heel veel dankbaarheid en liefde neem ik afscheid en zeg ik tjus.